telepathie. En iedereen hetzelfde laten denken. Mensen dingen laten inzien. Shit, ik zou drinken pakken. Ja, we moeten wel scherp blijven. Zorgen dat het hier blijft glijden. Ja, alles wat we af hebben gespeeld, hebben mensen alleen maar een vervloeking op hunzelf gezet. Ik, de dromen van gisteravond. Ja, Alice in Wonderland. Maar dan geen film. Ja, mensen zijn niet alleen geheimen bij me aan het weghouden. Ze zijn een heleboel informatie of geheimen over mij bij me aan het weghouden. Lijkt echt, in een grotere zin is het gewoon verkrachting wat er allemaal bezig is. Ja, met alle roddels die daar weer bovenop komen, er gaat geroddeld worden. Er gaat veel gesproken worden. Mensen gaan zich afvragen wat de geheimen zijn. Maar een paar uurtjes liggen. Wakker worden met een soort van boodschap. Sabrina the Witch. Vind ik eens die oude Nickelodeon. Maar voelde niks bij. Maar daarna vond ik Chilling Adventures with Sabrina the Witch. Ja, zoveel geheimen. Echte heksen die voor duivel, voor hun Satan aan het werk zijn. Maar ik snap, of er worden me ook wat dingen duidelijk gemaakt. Ik ben geen Jezus. Ik ben IP. Maar Jezus was ook gewoon in veel mensen hun ogen een heks. Ja, voor hen dat wat hij kon. Wat hij deed. Ook gewoon bijna hekserij te noemen. En ik ga mezelf niet laten kruisigen. Ik ga niet de zondes op me nemen. Terwijl die al weggenomen zijn. En mensen zichzelf weer aan het vervloeken zijn door er weer mee bezig te zijn. Dus hè, ik vervloek de mensen daar wel op weer. Ja, mensen gaan krijgen wat ze zelf op anderen aan het wensen waren. Ja, ik zal die spiegel voor ze zijn. Ja, wil je bij mij komen spiegelen? Het is niet alleen dat het terugkomt, je bent me iets aan het leren. En tegelijkertijd heb ik een geboorterecht. Ja, sommige mensen moeten hun ziel verkopen om ergens bij te komen. Ik heb dat recht, heb ik al. Ja, sommigen moeten een pad kiezen wat ze willen bewandelen. Ik bewandel ze alle twee. Ik hoef mijn ziel niet te verkopen. Ze dachten mijn ziel te verkopen. Om mijn naam ergens in te schrijven. Ik heb mijn naam niet geschreven. Kinderen onder de 3 jaar die kunnen hun naam niet eens schrijven. Daarbij is het echt. Ik heb mijn vrije wil. Maar ik heb ook de kracht. Ik hoef mijn ziel niet te verkopen om de abilities te hebben. Hey, ik ben anders door wat er in het verleden is gebeurd. Een heleboel mensen die zijn door testen heen gegaan, maar ze zijn allemaal gefaald. Hey, ik zal niet mijn ziel verkopen, mezelf tekort doen, mijn normen en waarden opzij leggen. Hey, ik kan wel waarde aan dingen neerleggen. Ik kan wel gewoon bij mijn hart blijven. Het warm houden in mijn hart. En even goed ijskoud zijn wanneer het nodig is. Want sommige mensen die zijn echt. Tot wat ze in staat zijn. In staat zijn geweest. Moet wel heel erg smerig zijn. Als dingen geheim moeten blijven en niemand ervan mag weten. Dan zie je dat de machtsmisbruik die bezig is. En moeder heb een intuïtie. Maar hè, mijn intuïtie is niks vergeleken
En dood verstoppen. En erfenis en trust fund verstoppen. En het afnemen. Het weggeven, het verstoppen ervan. En net zoals ik al zei, twee paden. En je kan de appels in of met je beschermengel lopen. Maar wanneer je die vier serafijnen hebt, loop ik zelfs door de hel loop ik heen. En de spirituele wereld, waar blijkbaar weinig mensen kunnen komen. Maar die mensen die blij zijn met een sugar daddy. Gewoon eigenlijk zichzelf als slet of hoer neerzetten. Ik die niet mag weten wie mijn vader is. Maar na een tijdje het niet zo moeilijk is. Om die dingen te kunnen inkleuren. En we gaan niet gokken. We gaan niet er en dan maar vanuit dat de dingen zijn hoe ik ze denk. Of de gevoelens die gebracht worden. Ja, als er zoveel misleiding is. Zoveel afleiding moet zijn. Waar weer een heleboel rookgordijnen op gecreëerd worden. Waar een heleboel leugens overheen gaan. Wat weer verstopt moet worden achter waarheden. En uiteindelijk daar weer trauma's overheen. En de trauma's van anderen daar weer overheen moeten. En dat wat anderen hebben meegemaakt. Mensen even anders inkleuren en dan hebben hun dat weer meegemaakt. En gezien. Het zo makkelijk mijn destiny weggeven. En doen alsof dingen niet zo zijn. Dat allemaal maar om erfenis stelen te verstoppen. Maar ook gewoon om geheimen nog dieper te begraven. Maar mensen hun onzekerheid. Mensen hun stress. Uiteindelijk zal het paniek worden. En ziektesymptomen zullen eruit voortkomen. Ja, denk heel erg mij voor gek te verklaren. En andere mensen die doen alsof ze iets mee hebben gemaakt. Wat ik aan het meemaken ben. Maar daarmee wel de hulp of zo naar hun toe zuigen. Ja, zodat ik die hulp niet krijg. Ja, mensen die niet samen mogen komen. Ja, want als de mensen samenkomen, dan is er een heleboel bedrog dat is afgelopen. Ja, dan gaan al die backstabbers. Gaat alles gat aan het licht komen. Tot dat ik 2 jaar later ben geboren. En daarmee dus mijn geboorteakte fake is. Het baby's omruilen. Het rommelen met adoptiepapieren. En daarmee alles wat betrokken is. Van de katholieke kerk tot de overheid. Dat overal ratten en slangen zitten. Tot binnen de justitie. Tot politieagenten. Mensen vanaf instellingen zoals het GGD. Iedereen maar bezig met plat. De ene plot naar het andere plot. En dat alleen maar als afleiding. Om echt te zien hoe vergif, hoe corrupt alles en iedereen is. En tegelijkertijd de hele wereld doen alsof ze iets kunnen. Helemaal niks kunnen. Mensen die iets konden, mij alleen maar ook het geleerd hebben. Ja, ik met God. Daarmee het veel sterker is bij mij. Als dat het bij hun is. Hé, die Satan van jullie. Is helemaal niks zonder zijn minions. Maar God hoeft niemand te misbruiken, te gebruiken. Als mensen maar met hun hart leven.
Ja, al die rookgordijnen is echt niet goed. Al die mensen die hier betrokken bij willen zijn. Is echt belachelijk. Een heleboel wat gewoon bij een moord betrokken wil zijn. Ja, mee wil doen met de dieverij. Al dat heksen wat gewoon bezig is. Ja, met demonische krachten spelen. En ja, jullie zijn bang voor wat jullie zelf afroepen of oproepen. En op mij heb het niks. Ik vang het. En uiteindelijk kan je denken, bloed is dikker als water. Maar wat spoelt wat weg? En hoeveel bloed heb je in het lichaam als je het gaat vergelijken met hoeveel water er in je lichaam huist? Het zegt zoveel leugens die overal maar gevoed worden, waarvan een heleboel al lang al weet dat het bullshit is. Alleen al die MK Ultra doen alsof dingen niet gebeurd zijn, terwijl het wel ervaren is. Een heleboel er weet van heeft, maar meedoet met de leugen intact houden. Nog meer afleiding creëren. En allemaal doen alsof dingen niet gebeurd zijn. En het dan wel weer bij anderen zien. En dat eigenlijk ook alleen maar gecreëerd is als afleiding. Of hè? Wil je iemand anders vinden die ook wc-papier koopt en de kont afveegt? Ja, wat hun meemaken is niet wat ik meemak. Allemaal maar zodat anderen er beter voor staan. Laat alles en iedereen zich gebruiken die er allemaal niks op vooruit gaat. Misschien broodkruimeltjes krijgen. Ja, als je intuïtie kan gebruiken omdat je gevoelens het doen. Je kan nadenken over gedachtes en bij logica kan komen. En dan ziet hoe verdwaald alles en iedereen maar achter elkaar aan huppelt. Zijn gewoon aan het resoneren met elkaar omdat ze allemaal zo fake zijn. Allemaal iets te verstoppen hebben. Recht, geboorterecht. Chosen zijn voor iets. Wanneer ancestors te sterk zijn. En als bepaalde ancestors iets voortbrengen. En noem het maar een bastard. Je kan het ook halfbreed noemen. En dan snappen we dat er twee paden liggen. Ik kan de Abyss in, kan hier rondlopen. Ik kan de krachten van de hemel tot de krachten van hel gebruiken. En God is alles. De duivel slechts iets gefragmenteerd hier. Wat een heleboel mensen graag intact willen houden, omdat ze ergens kunnen profiteren van de negatieve energieën. Het stelen van een ander. Ik denk allemaal maar door met die onzin bezig te zijn en mij ermee bezig te houden dat bepaalde boodschappen niet bij me komen. Inzichten niet komen. Maar dit is baby's omruilen. Heel simpel. Dit is smerigheid verstoppen. Waar echt de kerk aan mee heb gedaan. Dit is inderdaad denken een eerstgeboren kind op te offeren voor rijkdom. Voor fame. En denk iets terug te kopen. Wanneer het in de zoek dreigt te lopen. Ziet er uiteindelijk zo belachelijk uit. Mensen laten alleen maar zien waar anderen ook mee bezig zijn, omdat ze allemaal hetzelfde zijn. Eén grote cover-up om trauma's te verstoppen.
allemaal wetten overtreden. Het dromen stelen. Maar wanneer die dringen terug zijn. En nu 500 dromen op mijn voice recorder. En dan ben ik pas, nou, nog geen 2 jaar. Oktober 2021 of zo ben ik begonnen met die voice recorder, de dromen daarop zetten. Of nou ja, toen begonnen de dromen weer. Was het weer dromen in kleuren. In plaats van alles Casper het spookje. Dus het zijn zeker al 6, misschien wel 700 dromen. Ja, allemaal weten welke smerigheid er bezig is. Dat ik niet gek ben. We waren met z'n allen wat druk bezig. Hopen dat ik doordraai. Door niet geloofd te worden. Niet de ondersteuning en de hulp te krijgen. Ja, dat zelfs politie meedraait aan iemand zo isoleren. En dan tegelijkertijd wil vinden dat ik maar gewoon buiten moet lopen. En ze kunnen het gevaar niet fysiek brengen. Maar al die emotionele, mentale, al die psychologische spelletjes. Ja, na een tijdje heb je het wel gehad. Alles wat een ziel verkocht heb. Dus demonisch bezeten. En daarmee gewoon dus de smidjes bij wijze van spreken geactiveerd kunnen worden. En waar men eens doet voordat iemand volwassen is. Dus nog niet echt iemand kan beoordelen op zijn vrije wil. En daarvoor dus iemands maagdheid bijvoorbeeld denken te stelen. En zoveel mensen die getuigen zijn van iets. Of ik misschien wel een getuige was van iets. Er is brainwashing en weet ik veel wat er overheen moet. En iemand nog gevoeliger maken. Oren wijdgewijd opengooien. Hekserij. Last van heup. Last van mijn rug. Weer allemaal trauma's daar al bovenop. De emotionele incest. Door problemen die je gewoon als partners met elkaar hoort te bespreken. En niet je kinderen meer lastig hoort te vallen. En dan ook nog iemand ziel denken te verkopen. Iemand het lot overlaten en laten lastigvallen door een cult. Gezien ook. Ik ben niet zozeer een moslim, maar het halal eten. En niet luisteren naar de leugens. Niet dus op elke vorm van voeding. Het stoppen met blowen. Dat ik nog blowde, droomde ik. Naar die witte arena. Was het allemaal Casper het spookje. Dat ik al begon met ietsjes minder blowen. Kwam het dus in kleur terug. En nog een maandje ben ik een jaar gebloot. Maar wat er dit jaar, hoe die update is gekomen met wat ik allemaal dromen. En het gewoon geen dromen meer te noemen is. Als ik mezelf in de spiegel kan zien. Als ik kan lezen, als ik de klok vooruit zie tikken. Maar echte identiteitsfraude. Echt handtekeningen vervalsen. Echt poststelen, een heleboel informatie weghouden. En zoveel extra geheimen aan het creëren waarbij sommige mensen denken dat te weten waar het om gaat. En meehelpen dat verstoppen terwijl er iets veel groters verstopt moet worden. Gangstalkersgroepen die ingeschakeld worden om nog meer te verstoppen wat er echt speelt. Echt Matrix dingen. Echt God tegen de duivel. En al die heksen die voor hem aan het werk zijn. Satanisten.
Allemaal dingen denken te blokkeren. Ik heb gezien, even die tarotkaarten, om zo woorden te hebben om verder te spreken. Dat was echt een handicap. Het gewoon muziek in de oren hebben. En dan komen er ook wel woorden. Dan kan ik vanaf daar gewoon verder spreken. Maar dit is echt... Er moet zoveel verstopt worden. Iedereen die moet maar verward zijn. Tot verdrugs blijkbaar. Ja, mensen moeten zich heel erg vreemd voelen in het eigen lichaam. De drugs, de alcohol of hun seksverslavingen nodig om iets op peil te kunnen houden of zo. En mensen zijn echt bezig met spellworks. Zijn echt bezig met hekserijen, met de vervloekingen. Hoe sterker mijn spiegel wordt, dus hoe meer ik terug kan reflecteren. Ja, de return to senders. Ja, van een zwart schaap creëren. Naar een falling donkey die alle lasten mag dragen. En dus uiteindelijk ook voor de leeuw gegooid mag worden. Ik ben benieuwd of mensen geitjes aan het opofferen zijn ook. En dat aan het begraven zijn. Echt denken iemands abilities, iemands gifts te stelen. En wat ver voorbij gaat mensen hun dromen stelen. En dat dromen stelen, dat kan je echt letterlijk nemen. Niet figuurlijk ofzo. En nu ik weer sommige dromen gewoon weet, hey, dit heb ik eerder gedroomd, maar wanneer ik wakker word, denk hey, dit heb ik niet onthouden dat ik dit eerder heb gedroomd. Om te zien wie vanaf daar al bezig was dus met de dromen stelen, is echt niet alleen technologie. Is echt gewoon mensen die bezig zijn met astral travel. En verder als dat. Ja, alles moet maar op de cover-ups. Maar ja, begavers die zijn sterker aan het worden. Dat merk ik echt. Het is niet alleen lucid dromen. Het is vivid dromen. Het is echt tijdlijnen, de 12 universums. Om echt dingen te kunnen inkleuren, wat niet alleen met incest, maar ook gewoon met pedofilie te maken. Moord wat verstopt moet worden. Eerdere slachtoffers die er al geweest zijn. Mensen tot waanzin leiden, anderen die misschien wel zelfmoord hebben gepleegd. Echt ontvoeringen. Iemand die ook uit mijn leven is weggehaald. En straks ga ik op alle vragen ga ik antwoorden hebben. Op alle vragen. Ja, de berichten. Ja, de data. De visioenen. Straks gaat het allemaal zijn plekje krijgen. Om echt te zien hoeveel mensen hierin horen er ook mee te maken hebben gehad. En niet alleen deze 3 jaar. Niet alleen deze 7 jaar met de bromtaal. Nee, echt. Mijn hele leven. Ja, I'm the main attraction. It's all eyes on me. Om weer in te zien hoeveel mensen dus weer ook aan het acteren zijn. Ja, ze gooien alles erbij. Dus ook racisme, huppakee erbovenop. En nog meer verwarring veroorzaken.
iets nog dieper kunnen begraven. Koppels die hiermee te maken hebben gehad, families die hiermee te maken hebben. En ik die heleboel dingen niet mag realiseren. Maar tegelijkertijd mijn spirituele ontwaking staat voor mij nog steeds op nummer 1. Uiteindelijk zal ik daarin steeds sterker worden, mijn ability sterker worden. En dan gebruik ik dat wel om alle antwoorden boven tafel te krijgen. Ik zal mensen laten spreken alsof ze dronken zijn. Omdat alles wat bezig is, lijkt het ook wel gewoon, met alles bij elkaar is het gewoon om een vreselijke trauma aan te kunnen ofzo. Ja, dus zo groot is het wat er allemaal afspeelt. Ja, mensen die iets gedaan hebben en daarna allemaal aan eigen kant weer opgegaan zijn. En ze zullen uiteindelijk, waarschijnlijk is het al bezig, het zal ze achtervolgen. Dat wat ze proberen te verstoppen, dat wat ze hebben gedaan. En ze zijn daarmee alles en iedereen, hun hele omgeving, zijn ze de karma ook aan het geven. Iedereen die hier aan meedoet, zal hun karma ook krijgen. Alsof ze ook al verwacht hadden dat ik eigenlijk al dood zou zijn. Dus hè, mooie levensverzekeringen extra erbovenop en zo. Om dat te zien bij anderen, hè, als het familie is, dat die al opgeofferd zijn. Ja, en al die rituelen, al die verhaaltjes die ze verzonnen hebben, waar een heleboel verdraaiing in zit. Zijn gewoon geld met dit alles aan het verdienen. Ten koste van mij. En dan ook nog erfenissen stelen, het aan anderen geven. Die daar dan weer leuk mee aan het doen zijn. Denk iets in mijn gezicht te wrijven tegelijkertijd ook. En heel veel wat hiervan weet heeft. Niet alleen destiny stelen of erfenissen stelen. Maar ook gewoon alle onzin die nu bezig is. Ja, en met alle leugens die verspreid worden, weten mensen ook wel dat het leugens zijn. Ja, het woord kind. Of begint zoveel extra voorbij definities te raken. Ja, er is heel veel manipulatie. Waarin mensen denken te manifesteren of zo. Hele matrixes die gebouwd worden. En ze daar zeker ook technologieën voor gebruiken. Er mag niks aan het licht komen. Dus schijnen we overal het licht op. Zien we vanzelf wel waar de schaduw is. En met de juiste realisaties en het wakker worden van al die hypnoses lossen we het zelf wel op. Bestraffen we de mensen zelf wel. Ja, ga ik wel het goddelijke voor hun in hun ogen de hekserij aanzetten. Ik heb daar geen Satan voor nodig. Met God bij me. En God is zoveel sterker als de duivel. Zullen mensen weten ook. En kansen ontnemen. Iemand in armoede laten leven. De juiste realisaties. Ik zal de aarde laten trillen. Ik zal bergen verplaatsen. En ik weet niet eens of je dat alleen metaforisch moet zien. Ja,
Ja, van letterlijk tot figuurlijk. Helemaal wat blijkbaar in een snelvaart gegaan is dat ik 19 werd. Maar de voorbereiding in mijn kinderen en in mijn tienerjaren bezig is geweest. En nu als volwassen mijn denken op te offeren. Ja, blijkbaar is er één iemand in de familie die een bepaald contract heeft getekend en die heeft dus het geld. Alles zal aan het licht komen. Tot mijn herkomst, tot daar waar mijn roots liggen. En als ik daar abilities voor moet gaan gebruiken, zullen we dat doen ook. Ja, als iets voorbij half bloedje gaat. Ondertussen ben ik een stuk puurder als alles wat denkspelletjes te spelen. Ja, ze hebben echt documenten vervalst. En dan met een heleboel hekserij eroverheen. Met samenwerkingen en een heleboel mensen die zwijgen. Een heleboel wat uiteindelijk betrokken is bij dit, om nog meer te kunnen verstoppen. Uiteindelijk gaat alles vallen. En gaat de ene, gaat als domino's, gaat iedereen. Allemaal junkies, met seksverslavingen erbovenop. Zijn gewoon mijn identiteit aan het verstoppen. Maar ze maken er wel gebruik van met blijkbaar bankaccounts in het buitenland en zo. Ze zijn gewoon mijn identiteit aan het misbruiken, aan het gebruiken. Niet alleen fysiek, maar ook gewoon spiritueel. En zeker op papier. Dus ja, daarom al langer geen Ian Wilkie meer, maar gewoon Ipi. Er is zoveel gefabriceerd. Maar niemand die kan spreken, want er wordt nog veel meer smerigheid verstopt. En uiteindelijk hebben het ook weer allemaal met elkaar te maken. Mensen die dachten dat ze in die tijd van een dode aan het gebruiken waren. Maar ja, ik leef nog. En dan verhalen alsof mijn tante verkracht was door 4 militairen. En kleur maar in naar Epstein, Maxwell en hoe ver hooggeplaatste kunnen gaan. En waarom overheden met dit te maken hebben. Waarom politieagenten aan deze smerigheid meedoen en niet gewoon aan het werk zijn. Met de 30 wetten die al overtreden zijn. Ja, waarom er niet gewoon zedenzaken en financiën, follow the money en zo. Ja, zoveel dode zijn er niet om na te gaan wat er met nalatenschappen is gebeurd. Ja, een heleboel wat dan doet alsof ze elkaar niet mag, over elkaar aan het roddelen, slecht praten en zo. En gewoon samenwerken met dingen. En met mijn DNA is een stuk krachtiger als die van hun allemaal. Een stuk krachtiger als hun allemaal bij elkaar ook. En iedereen maakt zich zorgen. Ja, dat de waarheid me niet aan het licht komt. Maar het zal aan het licht komen. Ja, iedereen moet maar denken dat ze zo lief, zo aardig of dat ze katholiek zijn. Ze zijn gewoon smerige heksen en satanisten. Ja, tot de Luciferiaans misschien wel met de opofferingen. Maar ja, satanische rituelen. Ja, ik heb waarschijnlijk echt iets beestachtigs.
En monsterachtig meegemaakt. Het allemaal verstopt worden. En onschuldige kinderen vermoorden. En ze hun onschuld afpakken. En een hooggeplaatste die hier ook gewoon mee te maken hebben. En kan je wel wijzen naar elites, maar die lagen daaronder. Ja, heel veel vieze olievlekken, pisvlekken in de samenleving. Een heleboel wat daar graag aan mee wil doen. Ja, ergens bij wil horen. Zich aansluiten bij cultures, denken dat ze maffia zijn of zo. Die ook gewoon om hen heen kunnen kijken, allemaal.